Mijn vriendin is dus ongesteld en ik moest Ben & Jerry ijs meenemen, maar cookie dough. IJs scoort volgens mij altijd wel hoog, maar wat is jullie favoriete eten tijdens je menstruatie, dames? Wat is jullie bunkerfood? Ik tel even af, want het gaat over SOA's. En voor sommigen willen dan wel graag even het geluid zachter of oortjes in doen. Nou, in principe kun je elke ziekte waar je niet voor behandelt, kun je dood aan gaan. Net zoals vroeger gingen mensen dood aan griep. Omdat je geen paracetamol had of ontstekingsremmers of mensen gingen dood aan longontsteking. Nou, gelukkig hebben we nu, zitten jullie in een wereld waar antibiotica bestaat. Hè, goede ziekenhuizen, dat is ook altijd wel fijn. En je kunt vaccineren, hè, dat is ook fijn. Maar er zijn een aantal SOA's die je kunt behandelen met antibiotica. En dan gaan ze over, dus dat is fijn. Maar als je ze dus niet behandelt, kun je er wel dood aan gaan. En dat is bijvoorbeeld HIV, wat overgaat in AIDS en dan ga je dood. Gonorreu, syfilis, hepatitis A, hepatitis B. Het zijn allemaal geslachtsziektes die je oploopt via seks. En als je die niet behandelt, kun je er inderdaad dood aan gaan. Dus, maar wat ik al zei, alles wat je niet behandelt, kun je dood aan gaan. In de middeleeuwen gingen mensen dood van een zweertje aan hun vinger. Dus we zijn al een heel stuk verder tegenwoordig. Maar heb je klachten, voel je niet lekker, of je hebt rare afscheiding, of je hebt pijn bij je geslachtsdelen, ga naar de huisarts. Deze vraag werd mij gesteld via Instagram, want daar kun je mij een DM'tje sturen, dus het is anoniem. Maar het is wel een vraag die denk ik ook wel goed is voor meerdere van jullie. Want sommige mensen hebben zonder dat ze het weten een latexallergie. En dat begint vaak met tintelingen of een beetje branderig gevoel, zeker bij condoomgebruik, omdat condooms zijn gemaakt van latex. Heb je nou na de seks met een condoom en je denkt van, god, het jeukt me als een dolle daar, of het doet gewoon pijn, of het voelt niet vervelend, of ik word er een beetje naar van, dan heb je waarschijnlijk een latexallergie. Ja, ga dan eens over op latexvrije condooms. Dat kan echt heel verschillen. Kun je online bij heel veel verschillende condoomsaanbieders krijgen. En dat scheelt waarschijnlijk je klachten. Want als je steeds maar weer opnieuw met een latexcondoom vrijt, dan jaag je die allergie eigenlijk op. En dan kun je daar steeds zieker van worden. Dus houd het wel een beetje in de gaten. Ja, latexallergie komt zowel bij jongens als bij meiden voor, is aangeboren. En kun je dus niet elkaar mee besmetten of zo, maar dat zit gewoon in je lijf. Net zoals dat iemand allergisch is voor pinda's of een ander is allergisch voor gluten. Ja, ik word hier altijd een beetje stil van dit soort vragen. En die komt echt vaker voor dan dat jullie denken. Blijkbaar is het bij sommigen in huis gewoon niet bespreekbaar. En dat vind ik echt wel heel erg erg, want jullie moeders zijn ook gewoon ongesteld. Dus er is maandverband in huis of tampons. En waarom kan dat niet besproken worden? En je moet gewoon tegen je moeder kunnen zeggen van, mam, ik ben ongesteld geworden. Ik heb maandverband nodig. Of ik heb buikpijn. Zijn er paracetamollen? En ja, ik vind het heel erg dat sommigen dus in een huis wonen met ouders, waarvan de ouders dus gewoon geen aandacht voor jullie hebben, maar ook niet dingen met jullie willen bespreken. En dit is toch wel iets, dit is zoiets bazaals, dat ieder meisje heeft op een gegeven moment menstruatie. En waarom ouders daar niet op inspringen? Kijk, ik snap dat als je alleen bij je vader woont, omdat je ouders zijn gescheiden, dat mannen zijn er niet altijd alert op. Die hebben niet in de gaten dat een jong meisje op een gegeven moment gaat menstrueren. En, maar ook mocht hier gescheiden vader zitten, heren, wees daar wel alert op. En bespreek het met je dochter als ze 10, 11, 12 is. Zorg in ieder geval dat je een voorraadje in huis hebt. Koop maar van alles en nog wat. Dan kan ze gewoon pakken wat ze nodig heeft. Maar ja, ik vind echt dat je gewoon tegen je moeder moet kunnen zeggen, mam, ik ben ongesteld geworden. Wat is het probleem? Ik word daar heel erg moedeloos van. Ik denk van, hoe kan dat nou dat je gewoon niet tegen je moeder kan zeggen dat je ongesteld bent? Dat vind ik heel erg voor je. Dus hopelijk kun je misschien iemand anders in de familie benaderen of een goede vriendin benaderen. Dat zij via haar moeder jouw moeder weer kan benaderen. Ik weet het niet, maar ja, ik vind dat je het gewoon moet kunnen zeggen.
Ja, dat kan. Zonder tegoed kun je toch 112 bellen. Dus als je thuis bent en je voelt je thuis niet veilig, of er gebeurt wat thuis, of je bent op straat en je wordt aangevallen, of je ziet dat iemand anders aangevallen wordt, bel meteen 112. Zorg dat je backup hebt en je hoeft geen zorgen te maken over kosten. Is kosteloos en je kunt altijd bellen. Nou, er zijn heel veel standjes waarin je seks kunt hebben. En ik denk dat jij nog heel jong bent, dat je daarom ook nog niet precies weet waar het over gaat. En dat is niet erg, dat komt vanzelf. Op het moment dat je een vriend of een vriendinnetje hebt waarmee je seksueel actief wordt, ga je ook vanzelf experimenteren. En dan kom je ook wel in dat gebied wat je denkt van, nou, wat kunnen we nog meer doen? Er zijn boeken voor, je kunt online van alles opzoeken. Zoek me op Kama Sutra, kom je ook een heel eind. En bij heel veel seksshops kun je ook allerlei informatie in boeken vinden over seks en standjes en dat soort dingen. Dus misschien kunnen de volgers in de comments zetten wat voor hun het favoriete standje is. En dan kun je daar ook weer inspiratie uit halen. Oké, deze moet ik even met voet behandelen, want anders komt iemand in de problemen. Het komt soms voor dat je tampon vast blijft zitten en omdat het touwtje afknapt. Of omdat je vagina te droog is. Maar op je hurken gaan zitten. Dus goed doorhurken. En dan maar ja, wroet hem. Zorgen dat je hem eruit krijgt. Lukt het je voor geen meter en blijft hij vastzitten. Naar de huisarts gaan. Ja, dan moet hij door even iemand anders eruit gehaald worden. Is het 's avonds of 's nachts? Dan ga je naar de eerste hulp. En dan moet hij eruit. De tampon moet wel uit. Ja, je mag niet langer dan zo'n 8 uur blijven zitten. Want dan kan het echt gevaarlijk voor je worden. Want dan kun je de tamponziekte krijgen. Dat heb ik al eens uitgelegd in een ander filmpje. Dus ja, het klinkt altijd rottig. Maar op je hurken en vroeten. En meestal krijg je hem dan wel te pakken. En het gebeurt iedereen wel eens een keertje. In het volgende filmpje is een jongen zijn vriendin kwijt. En die vraagt aan een ander meisje of die haar even wil helpen om zijn vriendin weer terug te vinden. En ik denk dat jullie het wel heel herkenbaar vinden. Er zijn zoveel dingen die vrouwen kunnen die mannen helemaal niet eens begrijpen. Er is geen man in deze ruimte die weet wat er gebeurt als een vrouw een BH onder haar t-shirt vandaan haalt. Wij hebben geen idee wat jullie doen. What the fuck is er bij jullie? We zien elke man dit doen. Nog een keertje. Snap het niet. Wat de fuck is de beweging? Mouw terugtrekken, omslaan, lussen, overhalen, doorsteken, arm uit de kom, arm in de kom, steken, afhalen. Een soort breien met je botten. Dat is wat het is. Nou, hoe dat komt, is dat je baarmoeder is zo groot als je vuist. Onder je baarmoeder ligt je blaas. Op het moment dat jij aan het vrijen bent en dan raken de spieren in je bekken wat geprikkeld, er komt meer druk op je baarmoeder en zeker als je een orgasme krijgt, gaat die baarmoeder een beetje krampen en die duwt dus op die blaas die daar rechtonder zit. Heb je dan een volle blaas, ja, dan kan je dus ontzettend nodig moet plassen of sommigen plassen al een beetje tijdens de seks. Hè. Daarom, ja, sommigen vinden het echt een onwijze kick, dus die doen het er expres voor. Voor anderen is het wel handig om voor de seks even te gaan plassen. Dan heb je daar geen last van. Nou, sommige posities heb je ook meer druk op de blaas dan in andere posities. Zoals doggy style bijvoorbeeld heb je wel meer kans op dat je moet plassen dan als je missionaris doet bijvoorbeeld. Dus het ligt er een beetje aan wat jullie willen en wat je handig vindt of niet. Maar het gevoel van moeten plassen vlak na een orgasme is heel normaal. Hebben mannen ook. Nou, ik ben even met de hondjes aan het wandelen, maar dan kan ik ondertussen wel even vragen beantwoorden. Nou, dit wordt een vraag meer, jongens, van hoe kan dat nou? Je penis bestaat uit bloedvaten, die kunnen uitzetten en weer kleiner worden. En uit spiertjes, die kunnen langer worden en weer kleiner worden. En op het moment dat je heel koud wordt, onttrekt het bloed zich uit je penis. Dus dan wordt het bloed meer naar het centrum van je lijf getrokken. Dan krijg je koude vingers en koude voeten. Maar ook je penis wordt kouder, omdat het bloed daaruit weggetrokken wordt. En daardoor wordt je penis dus kleiner. Hij verdwijnt niet helemaal in je lijf, maar hij wordt wel kleiner. Dus het lichaam trekt het dichter naar het lijf toe, ter bescherming.
Op het moment dat het dan weer wat warmer is, dan stroomt het bloed er weer naartoe en dan wordt het weer een beetje groter. Ter aanvulling op het vorige filmpje, voor de mensen die het echt nog heel jong zijn, daarom zeggen jongens of mannen wel, is als het heel koud is, van het was zo koud. Ik heb 4 dames en een jonge ram die zijn werk moet doen dit jaar om volgend jaar lammetjes te krijgen. Maar we hebben een probleempje. Dit noem je een dekharnas, die heeft de ram om. En hij heeft dus tussen zijn poten heeft hij kleurstof zitten. Dus ga weg met je neus. Dus op het moment dat hij dus de dames zwaar maakt, zeg maar, moeten die een gekleurde kont krijgen. Hé, hey, dommert, je moet wel de goede kant. Hij heeft goed zijn werk gedaan. Ik verwacht ergens eind april de eerste lammetjes. Maar het is altijd even afwachten. Dus het kost even tijd, maar hij weet hoe het moest. Dus hij heeft zijn dekharnas weer af, want het is niet meer nodig. Want alle dames zijn gedekt. Ik heb 4 dames en een jonge ram die zijn werk moet doen dit jaar om volgend jaar lammetjes te krijgen. Maar we hebben een probleempje. Dit noem je een dekharnas, die heeft de ram om. En hij heeft dus tussen zijn poten heeft hij kleurstof zitten. Dus ga weg met je neus. Dus op het moment dat hij dus de dames zwaar maakt, zeg maar, moeten die een gekleurde kont krijgen. Hé, hey, dommert, je moet wel de goede kant. Ja, dit vragen daar altijd wel meer. En dat is zeker voor de mensen uit de stad altijd even realiteit check. Want ik kan niet alle lammetjes houden. De meisjes blijven, want die gaan straks ook weer lammetjes krijgen. Maar de jongens, die gaan weg. Die verkoop ik. Of die gaan naar de slager. Omdat, anders krijg je inteelt. Ja, en als je broer, zus laat bevruchten, krijg je hele vreemde kinderen van. En jullie hebben met biologie waarschijnlijk al wel les gehad over inteelt. En dus je moet binnen de familie geen genenvermenging hebben. Dus neven met nichten of nichten met ooms of dat soort dingen. Als er te grote bloedlijnen zitten, dan is niet goed. En dat heb ik bij de lammetjes wel eens gehad. Dat het per ongeluk toch gebeurde. En dan kreeg ik hele rare lammetjes van. Het waren 2 lammetjes die, die waren gewoon niet goed snik. Die hadden ook een hele grote schedel. Was wat problemen bij de geboorte, konden niet goed drinken en werden ook verstoten door de moeder. Dus die stonden ook niet recht op hun benen, er was van alles mis mee. Maar dat was dus door inteelt. Dus vandaar dat de jongens worden allemaal verkocht. Dus het is elk voorjaar weer afwachten hoeveel meisjes er geboren worden en hoeveel jongens. Want dan moet ik besluit gaan nemen. Dus dat zie ik wel pas als ze geboren zijn, dan kan ik daar beslissingen over nemen. Dus, en dan blijven ze eerst nog een hele tijd hier hoor, tot ze bijna volwassen zijn. En dan gaan ze pas weg. Dus ze hebben wat dat betreft echt een luxe leven. Want ze lopen continu bij mama en in de wei. Maar als ze gauw de jongens een maand of 6 zijn, ja, dan moet ik ze echt wel weghalen bij de moeder en bij hun zussen. Want dan wordt het soms een beetje kritiek. Deze vraag werd mij gesteld via Instagram. Daar kunnen jullie mij een DM'tje sturen. Dus het is anoniem. Maar het is wel een vraag die denk ik ook wel goed is voor meerdere van jullie. Want sommige mensen hebben zonder dat ze het weten een latexallergie. En dat begint vaak met tintelingen of een beetje branderig gevoel. Zeker bij condoomgebruik, omdat condooms zijn gemaakt van latex. Heb je nou na de seks met een condoom en je denkt van god, het jeukt me als een dolle daar. Of het doet gewoon pijn, of het voelt niet vervelend. Of ik word er een beetje naar van. Dan heb je waarschijnlijk een latexallergie. Ja, ga dan eens over op latexvrije condooms. Dat kan echt heel verschillen. Kun je online bij heel veel verschillende condoomsaanbieders krijgen. En dat scheelt waarschijnlijk je klachten. Want als je steeds maar weer opnieuw met een latexcondoom vrijt, dan jaag je die allergie eigenlijk op. En dan kun je daar steeds zieker van worden.
Dus houd het wel een beetje in de gaten. Ja, latexallergie komt zowel bij jongens als bij meiden voor, is aangeboren. En kun je dus niet elkaar mee besmetten of zo, maar dat zit gewoon in je lijf. Net zoals dat iemand allergisch is voor pinda's of een ander is allergisch voor gluten.